In deze korte instructievideo ga ik dieper in op het SCARF-model van David Rock, vooral in het kader van het motiveren van je studenten en dat jouw docentgedrag een belangrijke rol kan spelen in het motiveren van de studenten door rekening te houden met de 5 factoren uit het SCARF-model. Nou, waar denk ik dan aan? Eerst even het algemene plaatje van het model. Studenten kiezen in hun gedrag om verder van je af te gaan. De rode pijl, away gedrag. Dus die gaan letterlijk van jouw opleiding, van jouw lesstof, van jou als docent vandaan. Of de groene pijl, ze komen dichter naar je toe. En op basis van welke factoren kiezen die studenten bewust of onbewust dat gedrag? Dat zijn de 5: status, zekerheid, autonomie, relatedness, relatie en fairness. En nou, heel kort door te lopen, status gaat erom de relatieve status ten opzichte van jou, ten opzichte van anderen. Als je de student negatieve, in zijn ogen, zijn of haar ogen, onterechte feedback geeft in de groep, dan daalt de status ten opzichte van medestudenten. Kans dat die student de rode afslag neemt is groot. Als je de student echt belangrijk maakt, het is belangrijk dat je er bent, want we gaan een groepsopdracht doen. Jouw kennis, jouw ervaring, jouw inbreng, jouw intelligentie is nodig om die groepsopdracht tot een goed einde te brengen. Dan stijgt de status van die student en is de kans dat die gemotiveerd mee gaat doen groter. Dus dat de student de groene afslag neemt. Zekerheid, wanneer moet iets ingeleverd worden? Wanneer krijg ik feedback? Hoe ziet de toets eruit? Hoe ziet het rooster eruit? Wanneer kan ik op stage? Welke criteria gelden? Naarmate de zekerheid voor de student groter wordt, is de kans dat die student de groene afslag neemt. Dus meer betrokkenheid, meer motivatie toont, groter. Autonomie. Valt er wat te kiezen in opdrachten voor studenten, in werkvormen voor studenten? Kunnen zij kiezen tussen de kunst is afkijken, imiteren, nadoen, oefenen, praktisch handelen of experimenteren, zelfstudie of in een groepje. Als die student een autonome keuze kan maken tussen de verschillende werkvormen om doelen te halen, misschien wel ook op toetsvormen aan te passen. Als die student eigen vrijheid heeft om keuzes te maken, en dat herkennen wij allemaal, als we iets moeten, is er sprake van motivatie, daalt onze actieve bijdrage. Als we iets mogen en we hebben eigen keuzevrijheid, dan is er sprake van motivatie en nemen we eerder de groene afslag. 4e punt is relatedness. Op het moment dat je een positieve, bekrachtigende, stimulerende relatie hebt met je studenten, met de opleiding, is de kans dat zij de groene afslag nemen groter. Als het er eigenlijk niet toe doet, als die studentenmassa is, als ze anoniem zijn en er is geen relatedness met jouw opleiding, met jou als docent, is de kans groter dat de student de rode afslag neemt. Ten slotte, het 5e punt is de eerlijkheid. Heeft die student het gevoel dat hij of zij eerlijk benaderd wordt door de opleiding? Als ze een keer te laat zijn en er is echt een duidelijke reden, ben daar wat makkelijk in. Soms geloof die student op het moment dat zij eerlijk beoordeeld worden, dat zij het idee hebben dat de docenten alle studenten op een gelijke manier beoordelen, is er sprake van fairness en is de kans dat zij de groene afslag, gemotiveerd gedrag, vertonen groter dan dat ze afhaken door het rode gedrag. Nou, deze 5 factoren zijn goed om eens in je docententeam te bespreken. Wat doen wij in dat gedrag? Wat is het bedreigende rode gedrag wat wij als collega's, als docenten, als team, als individu laten zien? En wat is groen gedrag wat we graag zouden willen laten zien? Om te zorgen dat die student gemotiveerd raakt, meer gemotiveerd raakt door onze interventie. En op die manier kunnen we deze 5 factoren heel goed met elkaar bespreken, in je docententeam bespreken, en krijgen we een kader van gedragsindicatoren wat behulpzaam is in het stimuleren van het gemotiveerd gedrag van studenten. Ik hoop dat het behulpzaam is om er op deze manier naar te kijken. Ga ermee aan de gang, ga ermee experimenteren en ik hoor graag wat de resultaten hiervan zijn. Succes met deze manier van het invullen van het SCARF-model.